De traditionele strunersnacht is weerom bij Café Prins in Kalmerswijg. Na 2 jaren van corona kan er onkomend oud en nij weer volop feest vierd worden. We krijgen achter een grote tent erbij, een makkelijk kappelstuk bij ons. Zodat we een verlengstuk van ons café krijgen, zodat we wat meer mensen bij hier kennen. En ja, de toiletten en spul hebben we natuurlijk al. Dat is best normaal als een evenement organiseert, rekening mee houdt, dat hebben we hier al. Dat is, die voorzieningen hebben we hier al, omdat we het café normaal hebben. Die draait ik gewoon met hart nee. Dus voor u is alleen een stukje tent erbij, bar, planning, alles erbij. Maar dat komt natuurlijk komt goed. De Arune Ierwiksel ging het op de kruising in de Zwerg mis. En waar de mobiele eenheid uiteindelijk inzet om de boel daar bedaren te brengen. Er kwam een soort kritiek op de wijze waarop de ME inzet waar. Ik denk dat het gewoon een algemeen probleem was. Arnhem 2 jaar in de koers niks. Het is gewoon een feit, er was wat bedenken. Dus er was wat betinken, was het, ja, er was het even naar horen. Er was met die maten, er was feestvieren, dat had ik gewoon bij. En ik denk dat Stundersnacht echt als misschien al een en een feest van maken, een drankje erbij, gezelligheid, dan had die probleem net. En ik denk vooral door corona hebben we heel veel alles opkrapt en dat moest er gewoon even uit. En dat is Arnhem 2 jaar, dat is even gebeurd. Vroeger gebeurde het heel veel op de hoeken hier. Arnhem hier natuurlijk net meer, omdat we Stundersnacht hier en dit hier is de, ja, sinds wat in de overgangfase werd denk ik van corona naar normaal. Dus even al wat je goed gaat, maar we worden voor om een groot feest van de meisjes natuurlijk. Melle Prins, Menno Gredanus en een groepje jeugd zullen de schouders eronder zetten. Er worden honderden feestgongers verwachten. We gaan naar Eindhoven passeren. Dus een aantal moment hebben we net echt. Voor hen, wat ik zelf ben is ik dat mijn familie vaak in uitsjuren. Een stukje vuurwerk shit en al lekker gezellig, een korte hoorn aan. En dan eigenlijk een plank uit het feest in. Hier jouw niet een korte hoorn, dus een echt aantal moment hebben we net. Maar ja, Eindhoven is gewoon een groot feest.